De jeugd van Verbroedering Geel, de toekomst van de club, zeg maar, houdt voor de wedstrijd een hartverwarmende actie. Ze protesteert tegen de uitspraak van de bond in de vermeende omkoopaffaire. De match zelf dan hoekschop met Koemans. Bij Geel is het zoals zo vaak net niet. In de 34e minuut speelt Geel het goed uit. Een center van Karamadza. Van de Weijer staat op de goede plaats. Eerst nog op de paal. De tweede keer lukt het dan toch. De ontlading is groot. Geel op voorsprong. Tubeke gaat direct op zoek naar de gelijkmaker. Een afgeweken bal suist maar net naast. 5 minuten voor de rust ligt een directe fout bij keeper Wouti aan de basis van de 2-0. Karamadza dringt aan en moet hem maar simpel binnenleggen. 2-0. Geel kan voor de pauze nog de genadeslag toedienen. Karamadza staat moederziel alleen, maar faalt in de afwerking. Halfweg staat het 2-0. Ook in de tweede helft zorgt Blauw-Wit voor het meeste doelgevaar. Van de Weijer bijna met zijn tweede treffer van de avond. De ploeg van Enzo Schifo bakt er maar weinig van. Een bom van op 30 meter wordt onschadelijk gemaakt door Schuurmans. In de 68e minuut gaat Karamadza solo. Hij heeft de 3-0 aan de voet. Wouti tipt over. De thuisploeg gaat door op zijn elan. Koemans zet voor op links. Van de Weijer knikt hem zuiver binnen. Hij heeft dan toch zijn tweede goalbeet. Geel staat op een geruststellende 3-0. Dat is ook meteen de eindstand. Geel mag nu beginnen denken aan de bekerwedstrijd van woensdag tegen Zulte Waregem.